Of het nu gaat over het personeelstekort, de stagnerende productiviteit of het grote aantal ZZP'ers, het debat over de arbeidsmarkt staat natuurlijk niet stil. Welke rol spelen vakbonden nog in deze tijd? Wat betekent het als het kabinet arbeidsmigratie drastisch inperkt? En hoe kan het dat mannen en vrouwen nog steeds niet hetzelfde verdienen? Een ideale arbeidsmarkt bestaat natuurlijk niet, maar hoe Nederland daar toch in de buurt kan komen, ga ik bespreken met 5 kopstukken in BNR's Big Five van uitdagingen op de arbeidsmarkt. En vandaag is journalist, presentator en programmamaker Liesbeth Staats bij me. Liesbeth, welkom. Dankjewel. Nou, de BNR-luisteraar kent je natuurlijk, presentator van de Daily Move. Ja, vanmiddag weer. Daar zeker. Ja, zie je ook dat, hè? De vaste luisteraar krijgt een zware dag. Zeker. En we gaan ook nog praten over de lange werkweken. Nou, hier geef je een goed voorbeeld mee. Of een slecht. Nou, dat weten we niet. Houden we er even open. In 2022 maak je de 34e serie, ik moet het goed zeggen, Waarom werken vrouwen niet? En in 2022 het boek Waarom vrouwen minder werken dan mannen, met als ondertitel En dat ook jouw probleem is. En ook die ondertitel gaan we het ook nog straks over hebben, want ja, die levert ook weer heel veel leuke, mooie reacties op. Nou, voordat ik het met je ga hebben over die positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, eerst 2 dingen. De eerste, sinds wanneer hou je je actief bezig met dit onderwerp? Want ja, het kwam niet zomaar opborrelen, lijkt me. Nee, dat was eigenlijk een heel duidelijk moment. Toen ik op de arbeidsmarkt betrad, had ik nog helemaal niets door. Ik dacht, nou, zo gaat dit. En ik was frank en vrij, weet je, geen zorgtaken. Toen raakte ik zwanger. Ja. En toen werd ik in een soort op de snelweg in een soort afslag geduwd. En toen dacht ik, wat gebeurt hier? Waarom werkt de rest van de wereld niet mee? En ik was een beetje, ik kom uit de tijd van de reclamecampagne Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Ja. Misschien ken je die nog wel. En nou, ik was de ideale ontvanger van die campagne, ideale doelgroep. Want ik ging studeren, ik had zin om te werken, ik vond mijn werk leuk. Dus ik werkte fulltime, waarom niet? En toen ik een kind dreigde te krijgen, toen zag ik opeens dat de maatschappij daar nog helemaal niet aan toe was, aan al die slimme meiden die op hun toekomst waren voorbereid. Althans, in praktische zin. Het leven werd opeens veel ingewikkelder dan ik dacht. En toen dacht je, hier ga ik eens over nadenken, ik maak het praktisch allemaal mee. En zat er toen al een tv-serie in je hoofd? Nee, helemaal niet. Nee, want toen dacht ik alleen maar, nou, dit is pittiger dan ik dacht. En ging ik harder rennen en meer ballen in de lucht houden. En toen pas later dacht ik, hé, maar dit is eigenlijk heel gek. Daar gaat een aantal jaar overheen, hoor. Ja, nee, zeker. Nou ja, we hebben een uur de tijd om het daarover te hebben. Dat scheelt ook, dat hebben we ook nodig. En de tweede vraag die ik je vooraf even wil stellen, met de kennis van zaken nu, het is makkelijk om te zeggen, ik heb nooit ergens spijt van, maar we hebben allemaal toch wel eens van dingen spijt, zeker als we meer weten. Wat zou je anders hebben gedaan? Oh, nou, veel hoor. Zeker op werkgebied. Ik hoop dat ik met de kennis van nu, toen eerder aan de bel had getrokken en dit onderwerp eerder had geagendeerd. Misschien niet zo met een boek of een serie, maar gewoon op de redacties waar ik toen werkte, dat een onderwerp werd. Maar waarom? Wat voor sfeer heerste daar op die redacties? Nou, een sfeer, een cultuur waar ik ook aan meedeed. Namelijk, het was een hele mannelijke, masculine cultuur. Journalistiek is natuurlijk van oudsher een beetje een mannenberoep. Dat is inmiddels achterhaald, want er komen steeds meer vrouwen op redacties. Op alle plekken ook, op hoofdredactie, de functie. Dat is juist een journalistiek, denk ik, wel veranderd. Ja, dat is heel goed, maar dat is nog niet zo lang zo. En die masculine cultuur op de, nou, één bepaald programma, Brandpunt, waar ik heb gewerkt, was dat gewoon de toon? Was dat de norm? En ik dacht, ik wil een goede verslaggever zijn, dus ik ga aan die norm voldoen. Dat had ik nu anders gedaan. En dat betekent, dan word je dus one of the guys. Dat is de makkelijkste, dan ben je geen zeikert en dan word je niet in die hoek gezet. En je denkt, dit is hoe hier een goede reportage vertaald wordt. Ja. Dan ga ik daaraan voldoen. Dat is je eerste reflex. Ja, nou ja, goed, het is misschien makkelijk en moeilijk dat wij nu met elkaar praten, want ik herken dat natuurlijk helemaal. En dat weet je ook, dat het heel lastig is, zeker als vrouw, om daar tegen in te gaan. En zeker in die tijd. Nou, zeker in je eentje. En we hadden echt heel weinig vrouwen op die redactie. Ja, heb je dat onderwerp laten liggen? Ik denk dat wij als redactie toen door best een monocultuur niet alleen onderwerpen hebben laten liggen, maar ook mensen. Hele talentvolle mensen. Ik weet toch dat toen ik bij Brandpunt ging werken, dat collega-journalisten, vrouwen van mijn leeftijd, tegen mij zeiden, durf jij dat? Heb je daar zin in? En toen dacht ik, nog vrij naïef, ja, waarom niet? En ik ben daar niet een soort slachtoffer geweest, helemaal niet. Maar dat die cultuur zo dominant was, dat zie ik nu pas heel goed. En daar had ik graag eerder iets aan gedaan. Ja, en je kunt niet zeggen, het is nu totaal veranderd en het is wel goed. Het is nog maar het begin of niet? Of zijn we al halverwege? Of veel verder? Nou, het feit dat wij hier dit gesprek voeren, dat stemt mij eigenlijk heel tevreden. Want je kunt geen krant openslaan of de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer is een onderwerp. En dat vind ik hartstikke goed nieuws.
Nu gaan we praten over part-time werken. Want kijk, is het nieuws daar ook goed? Je ziet dat heel veel vrouwen dat part-time werken. Er worden allerlei, vooral de columnisten, grappige opmerkingen over gemaakt. Grappig bedoeld, althans gaat het altijd over de deeltijdprinsesjes. We vergeten dat mannen ook, in Europees perspectief, ook veel ja, in meer Nederland, in deeltijd werken. Ja, ja. Maar ik heb toch even de cijfers erbij gehaald van de vrouwen en de mannen daarnaast. Maar de vrouwen werken dan gemiddeld 25,5 uur per week. De mannen 34 in Europa, of de vrouwen 34 in Europa. Dus het is 9 uur meer. En bij de mannen ligt het op 34,5 in Nederland en 39,5 in Europa. Dus ook een stuk minder. Hoe komt dat? Ja, dan kunnen we terug naar, mag jij kiezen, of de Eerste Wereldoorlog of het akkoord van Wassenaar. maar er zijn wat historische aanleidingen. En het is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen dat is de oorzaak. Maar er zijn wel bewegingen die van invloed zijn. Nederland was neutraal in de Eerste Wereldoorlog. In de ons omringende landen moesten alle mannen jaren naar het front in loopgraven. Toen namen de vrouwen het werk van de mannen in de stad en in de dorpen en in huis over. Dus het beeld van de werkende vrouw werd opeens het dominante beeld. Toen kwamen die mannen terug, als in gunstige gevallen, van het slagveld of niet. En toen was de maatschappij veranderd in een maatschappij waarin ook vrouwen betaald werk deden. En die vrouwen lieten zich niet meer zo snel terugsturen naar het aanrecht. En de maatschappij was ook gewend aan vrouwen in fabrieken en op het land. Dus de economie draaide daar ook al op. Dus dat is een soort hele harde ingreep waarmee dat evenwicht tot stand kwam. Nederland dus niet. En nee, want we weten toch 1958. Je boekje schrijft er vaak over. Ik heb er zelf ook over nagedacht. Beetje mijn generatie ook. Mijn moeder hetzelfde. Op 1958, je moest gewoon stoppen met werken. Hoe dan ook, want je ging trouwen. Ja, dat per was, definitie. Dat was een reden voor ontslag. Als je in de overheidsdienst of semi-overheidsdienst. Juist, en dat vond je eigenlijk raar. Maar toch ook weer niet. Want je zag dat alle anderen om je heen hetzelfde deden. Het kuddedierengedrag. Ja, maar dat is precies het probleem. Zolang je in een omgeving bent waar een bepaald fenomeen de norm is, dan wordt dat van generatie naar generatie overgedragen. En het gaat nog door. Ik heb een heel gek cijfer. En volgens mij klopt dit ook. 88% van de Nederlanders vindt ook dat een vrouw met jonge kinderen niet meer dan 3 dagen moet werken. Ja. Ja, 88%. Ja, dat is. Ja. En er staat niet bij dat het dan de man minder moet werken. Nee. Of 3 dagen. Of dat man en vrouw samen die zorg zo zouden moeten verdelen dat een kind niet 5 dagen naar de opvang gaat. Maar herken jij het nog steeds? Niet alleen onder mannen, maar dus ook onder vrouwen. Want dan kijken vrouwen natuurlijk elkaar ook op aan. Zeker. Werk jij gewoon door? Ja. Nee, en zoveel? Ik heb wel eens gezegd dat als je fulltime werkt als vrouw met kinderen, of sowieso als vrouw, dat dat bijna een daad van verzet is. Want je moet altijd iets uitleggen. Aan iedereen moet je aan iedereen uitleggen. Ook over de, niet alleen over de zorg voor kinderen, maar ook over de kwaliteit van leven. Ja, ik leef niet om te werken. En, typisch zo'n uitdrukking. Ja, ja. Dat. En er zit in onze taal heel veel van dat soort uitspraken, gezegdes, idioom dat de cultuur bevestigt, dat de norm bevestigt. Ja, niet alleen. Moet je maar eens opletten. Als vrouwen werken, dan zeggen ze heel vaak tegen elkaar, ja, ik ben gewoon een veel leukere moeder als ik werk. Nou, er is nog nooit een vader in mijn omgeving geweest die zegt, ja, maar ik ben gewoon een veel leukere vader als ik werk. Dus je moet een excuus bedenken om te werken. Nou, dat vind ik echt van de pot gerukt. Ja, dat is echt heel gek. En bovendien, scholen werken ook niet mee. Want je moet kinderen ophalen en kijken hoe dat gaat. Doen ook meestal nog steeds de vrouwen. En dan zie je ook dat scholen, om 3 uur zijn ze toch meestal wel klaar. Niet alleen op woensdag, maar gewoon elke dag. Wat zou je daarin kunnen veranderen? Ja, nou ja, Paul, dat is eigenlijk de kern van het probleem. Onze hele Nederlandse cultuur is ingericht op het feit dat er 1 ouder tenminste 2-3 dagen thuis is. En dus eindigen die scholen om 3 uur. Dus zijn alle sportclubjes, bijlessen, orthodontistafspraken, worden allemaal overdag gepland. Ja. Omdat er vanuit gegaan wordt dat er wel 1 ouder is die dat redt. Maar dat kostwinnersmodel, dat is eigenlijk heel gek. Want dat, zeker in de discussie over bestaanszekerheid komt er naar voren dat het bijna niet te doen is. Voor heel veel mensen niet te doen is dat 1 van de 2 bijna altijd dan nog de man het geld verdient. Ja. Nou ja, ja, of je hebt een hele goede baan en je verdient een paar ton, of meer dan een ton, laat ik dat zeggen, dan per jaar, dan kun je van een kostwinnersmodel spreken. Maar stel dat dat de man is en dat de vrouw dan zegt, dat is vaak de situatie ook, dat is ook weer bijna als excuus wordt dat dan ook gebruikt. Waarom zou ik werken? Waarom bemoeien mensen als bijvoorbeeld Lisbeth Staats zich daarmee? Dat mag je toch zelf bepalen? Misschien vind ik het toch fijn om tradwife te zijn, om het even heel uitzonderlijk te noemen. Ja, dat is dan het andere eind van het spectrum. Andere uiterste. Dat verwijt krijg ik vaak. Het is een privézaak, waar bemoei je je mee? Dat is iets voor aan de keukentafel en niet voor de maatschappelijke discussie. Maar daar ben ik het niet mee eens, want ten eerste hebben we een groot personeelstekort. Nou, hier bij BNR gaat geen dag voorbij of dat onderwerp komt op tafel. Ja.
de economie piept en kraakt daardoor. Dus we kunnen alle handjes en alle hoofdjes gebruiken. Ten tweede, inmiddels gaat 50% van de stellen uit elkaar. Of ze nou getrouwd zijn of niet. Want mensen wonen ook samen, dan heb je daar geen cijfers van. Maar aangenomen wordt dat 50% van de relaties sneuvelt. Als je dan een huishouden hebt opgebouwd waarin één iemand de kostwinner is, dan maakt de ander een enorme armoedeval. En zeker als er kinderen bij zijn, gaan die daarin mee. Dat heeft niet alleen consequenties voor het persoonlijk leven, maar ook voor de maatschappij. Want dus soms gaan ze dan ook niet uit elkaar. Die voorbeelden ken ik ook genoeg in mijn omgeving. We blijven toch maar bij elkaar. Want we hebben heel veel geld. Alleen de man heeft het meeste geld, maar net niet genoeg om de vrouw uit te kopen. Ja, dat is toch een nachtmerrie. En de vrouw denkt, nou, dan blijf ik toch maar bij, want dan gaat mijn leefstijl omlaag. Ja, dat is een ramp. Dat is een ramp. En uiteindelijk, als er dan echt nood aan de man is, dus dan verlenen we bijstand of met andere soort van toeslagen, et cetera. Ja, dat zijn maatschappelijke kosten. Die ik iedereen in nood gun. Maar dus daarmee is het niet meer louter een privéprobleem. De Big Five. Paul van Liemt. Mijn gast is Liesbeth Staat, journalist, programmamaker en auteur van het boek Waarom vrouwen minder werken dan mannen. En ja, toch mooi, hè? Deze discussie is nu op gang. En er kan makkelijk over gepraat worden, Liesbeth, al meer dan 10 geleden. Maar nog steeds roept het heel veel reacties op. Ja. Meet ik in mijn omgeving ook. Oh, ja. Ik ga Liesbeth Staat interviewen. Oh, fantastisch, geweldig, zeg wanneer. Ik kan niet luisteren, ik wil het niet sturen toe. En andere mensen zeggen, oh nee, toch, die bemoeit zich overal mee. Ja. Altijd weer dat argument. En je hebt uitgelegd wat de reden is, hè, waarom je dat belangrijk is om dat te doen. Maar je noemt ook de techniek. En dan denk ik, ja, maar juist in de techniek, je ziet op heel veel plekken, ook in de boardroom, ook gaat het heel langzaam. Daar komen meer vrouwen uit, de commissarissen al veel meer. Maar als we naar de techniek kijken, de technische sector schreeuwt om mensen. En dat zijn bijna, ondanks al die enorme slogans en strijd die gevoerd is, zijn dat nog steeds bijna alleen mannen die in die sector werken. Ja. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat daar, nou, het is niet zo dat vrouwen minder talent hebben voor techniek. Maar wij hebben in Nederland, en daar is heel veel op terug te voeren, denk ik, een soort ideaalbeeld van een goede / leuke vrouw. Een vrouw in Nederland is iemand die heus deelneemt aan het arbeidsproces. Want heel veel vrouwen in Nederland werken. Hè, dus de arbeidsparticipatie is heel hoog. Hoger dan bijvoorbeeld in andere landen. Nederland is koploper zelfs op dat gebied. Ja. Maar we werken heel weinig uur. Ja. En ook dat komt volgens mij omdat wij in Nederland vinden dat een vrouw vooral iemand is die de sociale regie voor het huishouden voert en voor haar omgeving. En dat is in de breedste zin van het woord. Dus denk aan de verjaardagen onthoudt. Bij de zieke buurman nog even de kranten ophaalt en de flessen wegbrengt of een boodschapje doet. In alle appgroepen zit, als er kinderen zijn, dit gaat iedereen herkennen. Je wordt als moeder als eerste in een appgroep voor feestje voor die gezet. Sportclubje voor die. Rijdende ouders voor het voetbalteam daar. Dus een vrouw moet vooral laten zien in haar leven dat ze daar ook goed in is. En dat ze werkt is hartstikke goed en hartstikke leuk. Maar als dat de boventoon is en je zegt, ja, verder doe ik nergens aan mee. Nee, ik heb geen tijd om te luizen pluizen op school. En ik kan niet bij dat feestje zijn. Ik kan niet vrijwilliger zijn. En de buurman, daar moet iemand anders uit de buurt voor zorgen. Dan word je daarop aangekeken. En mannen niet. En daarom denk ik dat ook zelfs bij jonge meisjes, als die techniek nou in de vingers hebben, ze worden beter gewaardeerd door hun omgeving als ze een niet-technische studie kiezen. Nee, dat is waar. Want aan het lijstje kun je toch ook toevoegen dat mannen wel één ding nog steeds, dat veel vaak in het huishouden, oh ja, gelukkig heb ik een handige man, zeggen vrouwen dan. En waarom doen ze het zelf niet? In de meeste gevallen, sommige vrouwen ook, maar de meeste mannen doen nog steeds toch, weet ik, de schilderij ophangen. Er is ook kapot. Oh, gelukkig, mijn man kan dat wel. Ja, zeker. Dat is hetzelfde. Maar ik snap het ook. Maar je zou zeggen, dat is dan ook aan het veranderen. Zou het dan niet belangrijk zijn om ook tegen vrouwen te zeggen, kijk, de technische sector heeft 60.000 mensen nodig. Van alles aan de hand, het verhaal. Nou ja, luister naar de Daily Move, zou ik zeggen. Ja. Dat hoor je voortdurend. Ook heel belangrijk, moet gezegd worden, vrouwen kunnen natuurlijk ook denken, net als jij, weet je wat, ik ga er wel tegen in. Ik ga wel gewoon een ander pad kiezen. Ik ga dat doen. Je kunt er bovendien heel goed in verdienen ook. Ja, nee, het is een uiterst slimme carrièrekeuze. Als je nu op dat kruispunt staat, dan is techniek een hele lucratieve, ja. Nou, is het wel belangrijk dat je, kijk, ja, en rolmodellen, hè? Rolmodellen. Noem eens goede rolmodellen. In de techniek. Nou, dat is ik denk dat, dat je die wel vindt in start-ups. Jonge start-ups. Ja. Misschien niet zo zichtbaar nog, maar als je naar de TU Delft gaat of zo, dan zijn er ook echt jonge vrouwen die de technische studies volgen en daarin excelleren. Alleen de generatie die al arrivé is, dat zijn nog wel echt de grote mannen. En alle grote techbedrijven zoals Meta en Google. En dat zijn nog steeds mannen.
Die worden enorm door mannen gedomineerd. Die hele IT-wereld, natuurlijk de big tech-wereld, heb je gelijk. Maar ook de slimme handen, zo moet je het gewoon noemen. Want die mensen verdienen nu ook heel veel. Elektricien komt aan huis en het is een vrouw. Dan kijkt iedereen op. Ja. Ik denk dat zelfs jij opkijkt. Ja, ik denk het ook. Want ik ben niet onbevooroordeeld. Ik ben ook onderdeel van deze cultuur. Ja. Zeker. En hetzelfde is mannen in het onderwijs. Dat is ook bijna een uitzondering aan het worden. Ja, zeker in het basisonderwijs. Zeker, ja. En heel veel juffen voor de klas, 85%, dat is echt gigantisch. Ja. Zou ook beter zijn, denk ik, om dat 50-50 te maken. Ja. Mijn handen jeuken, maar er moet zoveel veranderen. Willen we die gelijkheid op de arbeidsmarkt realiseren, dan moet er ook in het onderwijs heel veel veranderen. En in de kinderopvang. En in het ouderschapsverlof. Want daar begint volgens mij de scheefgroei. Als je als vrouw een kind krijgt, dan is voor degene die baart is geregeld dat er verlof is. Dat moet ook, want je moet lichamelijk herstellen. Dan is er nu de mogelijkheid tot 5 weken verlof voor de vader. Wordt vaak tegelijkertijd in het verlof met de vrouw opgenomen. Maar dan is het moment dat het verlof van de man ophoudt. Die gaat weer aan het werk. En de vrouw heeft dan nog wat extra weken en staat dan voor de keuze. Ja, wat ga ik doen? Ga ik helemaal terug of ga ik minder terug? Er wordt aan vrouwen gevraagd als ze aankondigen zwanger te zijn. Ja, kom je terug? En zo, voor hoeveel dagen? Dus de norm is, jij gaat voor het kind zorgen. En dat moet je gewoon op zijn Scandinavisch, op zijn Fins, keihard doorbreken. Je moet mannen en vrouwen voor de eerste 1,5 jaar gezamenlijk verantwoordelijk maken. Kost heel veel geld, levert ook heel veel op. In Finland is het zo dat mannen en vrouwen ieder 7 en 8 maanden mogen verdelen. En dat mag je niet tegelijk opnemen en dan op wereldreis gaan. Dus daar zit een minimum aan wat de man moet opnemen. En dan moet de vrouw werken. En wat er dan gebeurt, en dat heb ik ook bij mezelf gezien, is dat degene die thuis is met het kind, die gaat zich verantwoordelijk voelen. En dan ben jij niet degene die altijd weet wat voor schoenmaat het kind heeft. Welke maat rompertjes er nodig is. Welk huiltje betekent dat hij moe is of honger heeft. Dat ga je alleen leren als je in je eentje weken achter elkaar verantwoordelijk bent voor het kind. En dat kun je dus forceren. En dan, zoals in Scandinavië, hebben vrouwen veel makkelijker toegang tot topposities op de arbeidsmarkt. Ja. Je baan wordt voor je bewaard. Je hebt gewoon recht om terug te komen. En dan is de arbeidsparticipatie veel gelijker verdeeld. En minder armoede. Ja, toch is er nog de vraag of dat echt altijd werkt. Heeft het met andere culturen te maken? En daar ga ik straks verder met jou over door. Bijna als een soort teaser even. Dus ik zou zeggen, mensen willen sowieso blijven luisteren. Maar zeker als het hier nog even over gaat. Want het heeft allemaal te maken uiteindelijk ook met, kun je die zorgtaken thuis goed verdelen? Dan heb je wel een prettige positie nodig. Een partner die mee wil doen. En ja, maar niet vertellen dat jij zo'n ideale man ook nog hebt. Nee, maar ik realiseerde me juist het omgekeerde. Want toen onze kinderen geboren werden, was er nog helemaal geen 5 weken. Dan moest je vakantie opnemen. Dus Jasper nam vakantie op, maar geen 5 weken. Want die had hij niet. Nee. Dus ik merkte dat ik zelf ging denken, ja, ik ben hier beter in. Want ik was degene die 24 uur met de baby was. Maar hoe heb je het nu zelf opgelost? Nou, uiteindelijk zijn wij alle twee fulltime in 4 dagen gaan werken. Dat kon. Maar ging dat zonder slag of stoot? Want dat is natuurlijk heel mooi. Maar dat betekent dat jouw man, jouw partner, jouw vriend zich daar meteen bij heeft neergelegd. Ja, maar nou ja. En jij zelf ook. Neergelegd. Het is geen offer. Als je de ideale partner hebt, niet. Maar anders is dat juist voor heel veel vrouwen een enorm gevecht. Ja, maar ik zo graag als ik kinderen wilde ik ook graag blijven werken. Dus, ik heb vanaf begin af aan gezegd, dit gaan we dan samen doen. Want ik voelde aan alles op die arbeidsmarkt, waar ik inmiddels een aantal jaar rondliep, dat heel veel vrouwen dan of niet meer terugkwamen, of nog maar voor de helft meededen. Nou ja, of ze leggen zich erbij neer, ze zeggen zelf, ligt aan mij, want zie je wel, ja, mijn man verdient meer. Logisch dat ik ook meer zorgtaken opneem. Ja, maar dan ga je er dus vanuit. Vrouwen zeggen ook, ja, maar dan ga ik alleen maar werken voor de crash. Kan ik mijn salaris aan de crash overmaken? Vind ik ook heel raar. Je bent toch met z'n tweeën verantwoordelijk voor het huishoudinkomen. En hoezo gaat een deel van het salaris van de man niet naar die crash? Kan ik me enorm over opwinden. Ja, maar je merkt in je omgeving, denk ik ook, bij jou is het dan goed, omdat je beide daar gewoon over kunt praten. Dat je allebei daar ook hetzelfde in staat. Dat is ook van belang natuurlijk. Zeker. Ja. En allebei ook hetzelfde in het leven wil. Ja. Allebei even ambitieus. Maar dat is natuurlijk niet iedereen gegeven. Of het is misschien een heel anders ook. Mensen hebben andere ambities. Ja, of dat gesprek wordt pas gevoerd als de keuzes al gemaakt zijn. Of als er al een bepaalde richting is waarin die man carrière maakt en de vrouw denkt, nou, dan ga ik wel wat minder werken. En dan pas realiseren vrouwen zich, wilde ik dit? En betekent dit echt dat ik, ja, mind you, 3 ton kan mislopen in je gehele loopbaan?
dat is becijferd, hè, dat vrouwen in 3 ton mislopen. Ja. Nee, dat is heel goed om dat te becijferen, want dan zie je pas hoeveel het is en wat voor consequenties het ook heeft. Maar ja, dan krijg je dat vrouwen onderling, ook door mannen die denken, wacht even, we gaan het strategisch spelen, kun je tegen elkaar opzetten, kijk maar naar het schoolplein. Ik heb discussies zo vaak gehoord. Maar hoe bedoel je strategisch? Nou ja, dat je zegt, wacht even, het ligt niet aan ons, maar het ligt aan vrouwen onderling. Want kijk, moesten naar elkaar kijken. Ik hoorde, daar ken jij natuurlijk ook, een vrouw die bestuurder was, die wel in die top was doorgedrongen, dat ook graag wilde. En dat kon ook thuis, geen enkel probleem. En ze bracht ook een kinderschool. En dat kon, maar dat deed ze wel met auto met chauffeur. Want dat is gewoon het begin van de dag. En de andere moeders, die wezen haar. En dat vond ze lastig. Ja. En ze zei, kijk eens eventjes, wat is dat? Wat een aanstelster. Ja. Hoezo? Dat oordelen, en dat is niet alleen vrouwen in Nederland eigenlijk. Ik denk dat heel Nederland daar vrij goed in is. Over elkaars leven. En dat heeft ook weer te maken met dat beeld van de vrouw. Een vrouw in een auto met chauffeur. Ja, dat is een goed voorbeeld eigenlijk. Wordt gezien als een vrouw die dan ook wel een high-buy zal zijn. En niet de verjaardagen van iedereen onthoudt. Precies. En niet ook nog mantelzorgt. En dat wordt gezien als een minnetje op je rapport. Weten wij hoeveel vrouwen sowieso meer zouden willen werken dan in deeltijd? Zijn daar cijfers over? Ja, maar die verschillen enorm per sector. Er is een hele belangrijke stichting, het Potentieel Pakken van Wietke Graven. Die komt van McKinsey. En zij onderzoekt en stimuleert vrouwen in de wat lager betaalde banen, en vooral in de zorg, om meer uren te gaan werken. En kijk dan wat daarvoor nodig is. Nou ja, het ligt ook aan werkgevers. Want bijvoorbeeld in al die thuiszorgorganisaties waar veel vrouwen werken, is het heel moeilijk om meer uren te werken. Want dat zijn hele kleine contracten. 'S Ochtends in de ochtendspits bij het opstaan werk je een paar uur, dan een aantal uur niet, en dan 's avonds weer in de avondspits. En ja, dan kun je meer uren werken, maar dan zou je dus 7 dagen per week moeten werken. Dat wil je ook niet. Nee, en bovendien zie je ook juist in die zorg, dat is het grote probleem, waar je al die mensen nodig hebt, dat in het eerste jaar de meeste weglopen, waarschijnlijk om deze reden ook. Ja. Altijd die 24-uursdiensten moeten draaien. Ja, en als je dan meer wil werken, dan kan dat niet bij dezelfde werkgever. Dus dan moet je een soort van, want die deelt maar kleine contracten uit, dus dan moet je een soort puzzel gaan maken. Nou, dat is allemaal remmend in plaats van stimulerend. Ja, hoe zou je dat stimulerend kunnen maken dan? Want ik bedoel, alles gaat snel nu. De energietransitie moet versneld. Overal noemen wij het woord versneld bij. Dat kan ook, omdat de wereld is gekker dan ooit. Dat weten we allemaal. Dus dit kan ook op goede manier veranderd worden. In die zorg. Ik ben niet zo thuis in de organisatiestructuur van zorgorganisaties. Maar ik denk dat je daar al het werk zo kan maken dat je op één dag meer uren maakt. En dan misschien niet bij mensen thuis in de thuiszorg, maar dat je dat anders verdeelt. Dat je ook wat administratie doet, zodat je per dag meer uren kunt maken. Paul van Liemt. Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken over de uitdaging op de arbeidsmarkt. Eerder deze week sprak ik met Olaf van Vliet, hoogleraar Economie aan de Universiteit Leiden. En het ging over het beperken van arbeidsmigratie op een krappe arbeidsmarkt. Allemaal terug te luisteren via de BNR-app. Ja, vandaag bij mij, dat is wel leuk om het een keer te zeggen, kopstuk, journalist en programmamaker Liesbeth Staats. Komend half uur wil ik 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe vrouwen meer uren kunnen gaan werken. Hebben we het nog een beetje over gehad, maar nu gaan we de diepte in. En de loonkloof tussen mannen en vrouwen. En er komt een interessante aan als we daarmee gaan beginnen. Want ik heb hier een cijfer voor me. Bij vrouwen is de helft van het werk dat ze doen zorg voor kinderen, het huishouden, dus onbetaald. Bij mannen is het maar 1/3. En dan betalen we vrouwen ook nog eens minder. En met name in het bedrijfsleven. Vrouwen verdienen voor vergelijkbaar werk gemiddeld 7% minder dan mannen. En ook bij de overheid verdienen vrouwen gemiddeld minder, maar dat is 2%. Allemaal cijfers van het CBS, de laatste die bekend zijn in 2022. Waarom lukt het niet om dat gat te dichten? Ja, nou, we hadden het vorige half uur over het beeld van de vrouw in Nederland. Ik denk dat zelfs in deze cijfers, in die percentages dat je dat terugziet, het is bekend dat als vrouwen gaan onderhandelen over hun salaris, dat niet per se in hun voordeel werkt. Als mannen het doen, dan wordt er gezegd, nou, die komt voor zichzelf op, heeft zelfvertrouwen, weet wat die waard is. Als een vrouw dat doet, ja, het is wel een kattige vrouw. En haar op de tanden. Zie je, dus voor precies dezelfde activiteit krijgen ze een ander label, een andere waardering. Dus je, als vrouw voel je sneller aan, ja, als ik nu zoveel procent erbij ga uitonderhandelen, gaat me waarschijnlijk wel lukken, maar gaat mij niet helpen in mijn carrière. Ja, daar gaat het mis. Maar de verschillen zijn wel groot tussen bedrijfsleven en overheid. En we hebben even gesproken, dat is heel moeilijk. Er zijn geen cijfers over, maar daar hebben we allebei wat ervaringen mee. Als je gewoon ook met mensen praat en mensen off the record ook spreekt. Wat is dan jouw idee over het bedrijfsleven als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de wereld waar wij in verkeren? Ja, de media. Ja, ja, nou, ik vind het bedrijfsleven, nou, bijvoorbeeld in finance, of dat daar veel bewuster omgegaan wordt
met dit verschil. Ik hoor daar veel meer mensen over praten. En als je dan bij de jongste lagen kijkt, dus de mensen die net binnenkomen, vind ik het aantal mensen daar diverser dan in de gemiddelde omroep of mediabedrijf. Omdat er misschien wel rationeler tegen aangekeken wordt. Ja, en kijk, er is een enorm personeelstekort. Dus als je niet zorgt dat vrouwen en mensen van een biculturele achtergrond trouwens, dat is een heel ander hoofdstuk, maar dat geldt daar natuurlijk net zo goed voor, zich niet thuis voelen bij jou, als jij een soort monocultuur uitademt, dan mis je gewoon hele talentvolle mensen. Dus ik denk dat dat ook een hele rationele afweging is. Als wij dat niet veranderen of proberen te veranderen, en dat ook naar buiten laten, aan de buitenwereld laten weten, dan gaan we failliet, om het even heel grof te stellen. Maar het gekke is dat het in de mediawereld niet verandert. We hebben wel voortdurend deze onderwerpen bespreken, dus we weten waar het over gaat. Daar is op veel gebieden nog steeds een monocultuur. Ik weet ook dat daar 30 jaar geleden al over gesproken werd. Laten we zeggen, de mensen die daar wel open voor bleken te staan, ja, en die hadden dan uiteindelijk wel steeds als één argument, als ze het weer in de vergadering moesten afleggen, dan zeiden ze, ja, maar ze zijn ook niet te vinden. Ja. Dat blijft het argument. Ah ja, Mark Rutte, heb je goed gezocht? En die zei dat ook nog. Die zei dat bij de start van Rutte 3, volgens mij. Dat zou kunnen. Ja, vrouwen, ja, nee, we zijn gewoon voor kwaliteit gegaan, hoor. Ja, ja, dat kleine slip op de tong opeens, hè, die heeft hij zelden, maar hier wel, daar gaf hij wel duidelijk mee aan. Ja, is hij wel teruggekomen, hè? Ja, zeker. Hier was het veel beter. Maar kwaliteit wordt dus ook nog heel erg langs een soort masculine lijnen gelegd. Bijvoorbeeld als iemand heel goed uitonderhandelt in zijn salaris, dan wordt dat gezien als iets heel goeds. Maar is dat een voorspeller voor een goede manager? Ben je een goede manager als je heel goed kan onderhandelen voor jezelf? Ben je iemand die een heel team verder brengt in resultaten? Dat zijn allemaal andere waarden die nog niet zo op het netvlies staan van old school, zeg maar eventjes, HR-afdelingen. Zeker, maar stel je bent nu vrouw, je luistert en je denkt, ja, dat is waar, ik herken het allemaal, alleen wat moet ik in de praktijk hiermee? Want kan ik nu opeens, ik heb morgen een salarisonderhandeling, moet ik er flink met de beuk ingaan? Want ik heb het van Liesbeth Staats gehoord, op BNR. Ik zou het benoemen. Ik zou, daar heb je helemaal niets aan. Maar ik zou zeggen, ik wil nu onderhandelen over dit salaris. Ik ben me ervan bewust dat dat voor mannen geaccepteerder is in heel Nederland. Ik hoop dat hier bij deze organisatie dat gelijk beoordeeld wordt. In HR-afdeling, als ik daar kijk, daar zie je ook veel vrouwen. Daar is het misschien wel 50-50. Dan zou je kunnen zeggen, vrouwen begrijpen dit veel beter, dus die gaan hier meteen in mee. Dus dit is heel snel te regelen. Op individueel niveau bedoel je of op bedrijfsniveau? Misschien wel op bedrijfsniveau. Ja, maar goed, je hebt ook altijd nog een management, hè, en een board boven je. Ja, maar daar zitten tegenwoordig ook veel meer vrouwen in. Daar zijn we ook toch over eens. Behalve niet in de board. Veel minder de boardroom. Ja. Het gaat allemaal beter, hè? Dus we moeten hier niet heel zwartgallig zijn. Maar nou, moeten dat inderdaad gezien, want over commissarissen werd dat ook steeds geroepen. Dat is snel. Je kunt kijken, kun je hetzelfde wat je met commissarissen gedaan hebt, kun je dat ook in de board voor elkaar krijgen? Want waar zijn dan de grote verschillen? Want uiteindelijk is dat het belangrijkste beslisniveau. Dan gebeurt er wat. Nou, dat heeft. Kijk, er is een vrouwenquotum geweest, of althans een quotum voor beursgenoteerde bedrijven. Dat heeft gewerkt. De boardroom. Als je niet daar een kwotum op wil leggen, dan moet je kijken naar wat er in de jaren daarvoor gebeurt. Vrouwen komen al 20 jaar lang beter van alle universiteiten, hbo's en mbo's. Met betere cijfers, studeren sneller af. Ja. Maar die voorsprong, dat heet de emancipatieparadox, die voorsprong die ze in het onderwijs hebben, of de middelbare school begint het trouwens al, die leveren ze in op de dag dat ze hun eerste kennismaking hebben op de arbeidsmarkt. Dan gaan vrouwen eerst nog gelijk op met mannen en zelfs een beetje beter. Verdienen ze ook iets meer, conform hun diploma's en hun capaciteiten. Maar dan, als je dan gaat samenwonen, dat zou je voor je carrière eigenlijk niet moeten doen. Want dan ontstaat er een achterstand. Dan gaan vrouwen minder werken. En de consequentie daarvan is dat je minder snel promotie maakt. Komen er kinderen, gaan ze nog minder werken. En dat is doodzonde, dat al die talentvolle mensen dan niet doorgroeien in die organisatie. Ja, dus het makkelijkste is voor mannen om te zeggen, zie je wel, het ligt aan die vrouwen zelf, want dat willen ze dan uiteindelijk, daar kiezen ze dan blijkbaar toch voor. Terwijl je zegt, nee, dat heeft te maken met hoe structuur in elkaar zit. Want anders blijf je naar elkaar kijken. Want zo zit de maatschappij dan nog steeds voor een deel in elkaar. Vrouwen kijken ook naar wat anderen dan doen. Dat is niet gek, dat doen we allemaal. Ja. En de een meer dan de ander, maar toch. En dan speelt dat een rol. En dat vind je zelf schuld. En de factor schuld speelt een rol. Ja. Oh, ben je niet bij je kinderen nu op woensdagmiddag? Dat speelt allemaal mee. En
En nu lijkt het net alsof ik iedereen 80 uur per week wil laten werken. Dat is helemaal niet zo. Maar ik vind niet dat vrouwen letterlijk moeten betalen voor het feit dat zij meer met onbetaald werk worden belast. Dat moet gewoon 50-50 zijn. Ja, zeker. En het is ook sowieso natuurlijk, zeker voor precies hetzelfde werk, is het bijna onbegrijpelijk. Als je die cijfers hard hebt en die zijn hard, die kun je op tafel leggen. Niemand kan daar iets tegen inbrengen. Wie we ook aan tafel hebben. Dus ik denk dat voor werkgevers, die zouden ook anders naar hun eigen organisatie kunnen kijken, door te zeggen dat als een vader, of nee, een man komt en zegt ik word vader, dat dan de automatische reflex is, oh, wat van harte gefeliciteerd. Ik neem aan dat je nu 4 dagen gaat werken. Dus dat ouders fulltime werken 4 dagen is voor ouders. Misschien ook voor iedereen, weet ik niet. Of zou je moeten berekenen of we daar dan mee uitkomen. Maar dan heb je 4 volle dagen iemand op de arbeidsmarkt, 2 dagen zorg thuis, en dan hoef je nog maar 3 dagen opvang te regelen. Dat zou kunnen, is ook bovendien gelijk verdeeld. Soms zie je bedrijven ook het goede voorbeeld geven. In dit geval bijvoorbeeld AFAS. Er werd wat lacherig over gedaan, een softwarebedrijf. Die zeiden, 4 dagen werken, je krijgt voor 5 dagen betaald. Wie wil dat niet? Wat moet je met die 5e dag doen? Dat mag je zelf weten. Ja. Nou, dat is geweldig natuurlijk als je zo'n claim neerlegt. Ja. Dan wil je geen misbruik van maken. Nee, precies. En was ook nog de suggestie of de aanbeveling, ga niet op de bank liggen Netflixen, die 5e dag. Ja. Maar kijk of je die dag iets nieuws kan leren of mensen kan helpen of je talenten ergens anders kan inzetten. Maar is dat een goed idee? Ik bedoel, zou dat navolging verdienen bij meer bedrijven? Nou ja, als het werkt, zeker. Ja. Als het probleem oplost van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, dan ben ik er een voorstander van. Als we over vrouwen praten, gaat het in jouw boek vaak over de werkende moeders met kinderen. Maar ook veel niet-moeders werken in Nederland part-time. Hoe kan dat dan? Nou, dat komen we weer bij dat vrouwbeeld terug. Een leuke vrouw werkt niet fulltime. Want die moet toch ook tijd maken en contact onderhouden met de mensen om haar heen. Zelfontplooiing wordt heel hoog gewaardeerd, hè, in Nederland. Dus allerlei cursussen doen. Fulltime werken heeft iets masculins, iets hards. Dus we moeten ook iets doen aan, kijk, critici hebben het dan vaak ook over de cursusindustrie. Die zeggen, die moeten we ook eens flink gaan aanpakken. Want inderdaad, er wordt heel veel onzin verricht. Er verdienen heel veel mensen geld met flauwekul. Maar ja, als we dat allemaal willen gaan aanpakken, dan gaan we natuurlijk wel mensen heel erg in een harnas duwen. Ja, Paul, we moeten heel hard ingrijpen. Ik denk, ik vergelijk het altijd een beetje met, weet je nog dat er in de treinen, in restaurants en in cafés gerookt mocht worden? Of zelfs op kantoren. Zeker. Toen kwam er een rookverbod. Nou, het land was te klein. Dat kon niet. En je kwam in de particuliere levenssfeer van mensen. En het is toch mijn eigen keuze. Nou, dat zou het nooit redden. Iedereen zou doorgaan roken. Ik kan me nu niet meer voorstellen dat iemand in de trein naast mij een peuk opsteekt. Of hier op de redactie. Dus daar zijn we aan gewend. En soms moet er een soort ingreep komen om mensen op een ander spoor te krijgen. En ik denk dat met dat hele ouderschapsverlofvraagstuk, dat is echt dat is de olifant in de kamer. Als je dat doet, dan sijpelt dat door naar boven. Naar de rest van je loopbaan. Maar vooral ook het hele frame van je bemoeit je ergens mee. Oftewel, de overheid krijgt greep op ons. En de volgende stap is, Liesbeth, als je dit zegt, zie je wel, je bent gewoon een communist. En er wordt me afgedaan, er wordt hard gelachen in de zaal. En dan gaan we verder. Nee, maar daar moet je wel weer overheen. En misschien is dit wel het moment om dat te doen. Maar we vinden toch ook het normaal en fijn dat de overheid het onderwijs aan onze kinderen betaalt? Is dat ook communistisch? Het onderwijs is natuurlijk kinderopvang ook. Nee, zeker. Ja, het onderwijs heb je nog een andere situatie waar de besturen dan natuurlijk nu voor het zeggen hebben, in plaats van de scholen zelf. Ja, betalen belasting voor het feit dat kinderen in Nederland onderwijs krijgen. Daar ben ik heel voorstander van. Dus waarom zou je niet ook de kinderopvang gratis maken? Staat trouwens in het hoofdlijnenakkoord. Dat is toch ook onderdeel van de samenleving? Kost ook in sommige landen. In Zweden, het is geloof ik, als het gratis is, in andere landen is het niet gratis, maar dan kost het bijvoorbeeld €3 per dag. Ja, het gaat om dat soort bedragen. Ja, En dat kun je dan alleen maar met centrale regie afdwingen. Dat is toch de beste boodschap om het snel te doen. Zeker. Maar dan moet de geest daar rijp voor zijn. Dan wordt het ook normaal. En dan kun je ook het argument weghalen van vrouwen die denken, maar als ik ga werken, dan werk ik alleen maar voor de crash. Want al mijn salaris gaat dan door. Dus dat argument is dan weg. Ja. Dus dan krijg je een heel andere blik op werk. En denk je dat de tijd daar nu rijp voor is? Die was al 10 jaar geleden daar meer dan rijp voor. Nee, voor jou. Maar laat ik het verschrikkelijk woord even noemen. Draagvlak. Dat je denkt, als je nu een onderzoek gaat doen, dat de meeste mensen zeggen, ja, goed idee, dit moeten we doen. Ja, daar is onderzoek naar gedaan. En dan komt eruit, als de kinderopvang gratis is, dan ga ik niet meer werken. Maar als je aan mensen vraagt, straks komt er een rookverbod, gaat u zich daaraan houden? Zei ook iedereen nee. Dus dan doe je dus onderzoek naar een what-if-vraag, situatie. En dat kun je niet weten. Je weet niet wat je doet als de kinderopvang gratis en kwalitatief heel hoog.
Zometeen praat ik verder met de journalist en programmamaker Liesbeth Staats. Maar eerst naar Thomas van Zijl. Thomas, om 11 uur een aflevering van BNR Zaken doen. Waarvoor moet je gaan luisteren? Veel vrouwen, denk ik. Kind op school, kinderopvang geregeld. Dus ik kan werken, werkende vader. Dat is absoluut. Hans Dokter is mijn gast. Hij is interim directeur van Invest International. Niet te verwarren met InvestNL. Kennen meer mensen. Maar Invest International is er voor ondernemers, Nederlandse MKB'ers, die proberen om het ook in het buitenland te gaan maken. Veel banken vinden dat te riskant. Die financieren dat niet. En dus is er nu Invest International. Dat hangt onder de overheid. En heeft ook nog FMO, de ontwikkeling. Als aandeelhouder. En het gaat zo goed dat het geld dat ze hadden meegekregen om die ondernemers te ondersteunen al op is. Dus willen ze, net voor Prinsjesdag, meer geld. Ja, wat een timing. Hè? Gaan ze dat krijgen? Nou, daar gaan we het over hebben. En inderdaad, het boardroompanel is er ook. Gaat het over vrouwen in topfuncties? Want er worden meer vrouwelijke bestuurders benoemd. Het zou te maken kunnen hebben met het kwotum dat al langer geldt voor raden van commissarissen. Het idee was, als er vrouwen in raden van commissarissen zitten, dan worden er uiteindelijk ook meer vrouwelijke topbestuurders benoemd. Ik ga erover praten met twee mannen. Ja, nou, dat is wel verbazingwekkend. Die soort jij kan ook aanschuiven. Nu, je bent er toch. Ja, de hele dag weer. Ja, ik schuif straks voor de cross aan. Ja, het wordt wel een mooie ronde cirkel. Ja, zo is het. En straks luisteren en dan ben je de zaken doen. Niet alleen de auto, ook thuis. Je kunt overal luisteren. Ja, nee, en de podcast en de streams. Zeker. Oké, tot zo, Thomas. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt. Je luistert naar BNR's Big Five van de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Later deze week praat ik nog met Christel van de Ven, voorzitter van Vereniging Zelfstandigen Nederland, over de onrust op de arbeidsmarkt rondom de positie van zelfstandigen. Mijn gast is journalist en programmamaker Liesbeth Staats. Behoorlijk gedreven, ze heeft de tijd mee, dat zeg je, dat vind ik wel mooi. Je zegt, ik heb het nu de tijd mee, want daar gaat het uiteindelijk altijd wel om. Dat hebben we toch heel vaak, welke discussie ook. Ja. Het ligt ver weg, over 10 jaar, 2030, mooie doelen, maar dat kunnen we vooruit schuiven. Maar aan de andere kant, alle transities, alle dingen die we voor onmogelijk hielden, kunnen wel degelijk veranderen. Dus in die zin heb je de tijd wel degelijk mee. En dan heb je veel aan onderzoeken, maar ook aan je eigen omgeving. Merk jij in je eigen omgeving, want jij zit natuurlijk niet in een bubbel, hè, journalist die overal om zich heen kijkt, merk je in je eigen omgeving dat steeds meer mensen waarvan je het niet vermoed had, toch ook langzamerhand beginnen te aarzelen? Nou, het grappige is dat met die serie en dat boek, daar heb ik zoveel persoonlijke reacties op gekregen. Ik heb nog nooit iets gemaakt in die journalistiek dat zoveel bij mensen teweegbracht. Tenminste, dat weet ik niet, maar nu zag ik dat mensen persoonlijk gingen reageren. Ik snap het, want dit gaat over jouw privésfeer. Je vindt er meteen iets van, of je hebt er een verhaal bij. Negatief en positief, maar altijd inhoudelijk. Daar was ik heel blij mee. En ik denk dat als je de cijfers op tafel legt en laat zien waarom iets eigenlijk zo onlogisch is, dat mensen denken, ja, ik sta nu, vooral jonge vrouwen, ik ga nu die keuze maken. Ik ga mijn leven inrichten de komende 5 jaar. Ik denk er nog eens over na. En daar ben ik heel blij mee. Dus ik denk dat vrouwen, jonge vrouwen en ook jonge mannen het niet meer zo voor granted nemen dat dit nou eenmaal de manier is waarop wij het in Nederland doen. Want ik denk, we hebben het nu heel veel over vrouwen, maar er zijn natuurlijk ook mannen die binnenkomen als de golden boy worden gezien, maar daar eigenlijk helemaal geen zin in hebben. Maar het is niet cool om dat te zeggen. Die willen misschien ook een betere balans tussen werken en privé. Maar dan ben je niet een hele toffe jongen, one of the guys. Dus ik denk dat zo'n inclusievere werkvloer voor iedereen werkt. En je kent de argumenten, die gelden ook in de klimaattransitie. Er wordt er gezegd, ja, maar CO2-uitstoten, wij gaan niet zoveel doen, want kijk eens naar de buren, andere landen doen het ook niet. Hoe zit het in dit geval? Nederland, je kunt Nederland zeggen, wij staan op achterstand, wij moeten inhalen. Ja, wij moeten inhalen. Maar los van wat de buren doen, het is toch zonde als wij zo'n personeelstekort hebben en door het werk en zorg anders in te richten, kunnen we daar een enorme slag in slaan. Waarom zouden we dat niet doen? Ja, dat betekent, omdat we misschien niet durven, jij mag zeggen wat de echte allerbelangrijkste reden is, er zijn toch degenen die nu aan de knoppen zitten, die nu kunnen draaien, die doen het niet. Die durven blijkbaar niet. Nee. Echt die laatste stap te zetten. Omdat dat ook heel Nederlands is. We zijn heel erg bang dat mensen achter de voordeur komen. Dus ingrijpen in het persoonlijk leven. Ja. En dit voelt als ingrijpen in het persoonlijk leven. En het is toch mijn keuze. Maar ik denk als je het is ook een keuze om de school om 3 uur uit te laten gaan. Grijp je ook in het persoonlijk leven van mensen. Want er moet iemand daar staan. Of je moet opvang regelen. Als je niets doet, grijp je ook in. Ja. Dus dat communisme-argument, dat moet er echt uit. En het is helemaal niet communistisch. Je zou kunnen zeggen, het is juist kapitalistisch. Want we gaan onze economie een tandje sneller laten draaien.
Nou, je zei het al, ouderschapsverlof uitbreiden, dat is heel erg belangrijk. Daar gaat het natuurlijk om, dat is een hele grote. En hoe lang zou, wat zou de ideale situatie zijn? Want je hebt eerder in dit gesprek naar Zweden verwezen. Mensen proberen altijd tegenargumenten te verzinnen als ze het niet mee eens zijn. Nou, ja, het is een hele andere cultuur, dus dat kan niet. Kunnen we het één op één kopiëren? Of ja, maar is dat niet waar? Dat zinnetje wat je net zei, het is een hele andere cultuur, ja. Dus dat kan niet. Nee, die cultuur is zo, voor een groot deel, omdat het anders geregeld is. Dan wordt de cultuur ook anders. Dus als je het echt wil, dan moet je hele grote ingrepen doen. Kost heel veel geld, maar ik geloof dat een econoom het rendement bedacht heeft of berekend heeft op 10% of zo. Er vloeit van al dat geld wat je investeert 10% extra uit terug de economie in. Tuurlijk, en veranderingen kunnen wel natuurlijk. Ik weet inderdaad, je hebt toevallig ook in Zweden zo'n hospitaal, dat die beweging, toen zeiden mensen ook die stugge Zweden doen er niet aan mee, dat heeft gewerkt. He, langzamerhand als je daar bent, ik weet niet of je ooit, maar dat, mensen zijn uitermate vriendelijk en aardig. En dat heeft gewerkt, dat is heel anders dan 20 jaar geleden. Dat zou hier dus ook kunnen. Ja. Dan moet je zo'n beweging op gang zetten. Ja. Maar ja, wie neemt daar het voortouw in Nederland? Ken jij mensen van je zegt, nou, die zijn het niet alleen met jou eens bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die heb je geprezen voor je boek, dat is heel mooi, daar ben je blij mee. Maar die er vervolgens ook iets mee doen. Die het gaan effectueren. Nou, in het bedrijfsleven waar ik dan wel eens kom praten over het boek of uitgenodigd word, daar zie ik in de board vrouwen die, en ook bestuursvoorzitters, man en vrouw, of voorzitters van universiteiten, die het heel hard willen veranderen. Die zeggen bijvoorbeeld, nou, Joris Melkert, de vaak gehoorde spreker over de luchtvaart hier bij BNR van de TU Delft, die wilde bijvoorbeeld van alle studenten die zich aanmelden een quotum vrouwen binnenlaten. Is die op teruggefloten, mocht niet volgens de regels. Maar dat zijn mensen die wel iets proberen te veranderen en het probleem aankaarten. En in de raden van bestuur gaat het ook over hoe kunnen wij aantrekkelijk blijven voor vrouwen die net een kind hebben gekregen. Ja, en dan is het dus heel belangrijk hoe je naar kinderopvang kijkt. Niet alleen maar dat kinderopvang geregeld is, dat het gratis is of heel goedkoop, maar ook hoe het is. Wat vind je eigenlijk van kinderopvang? Vind je ook dat het bijvoorbeeld educatief moet zijn? Want sommige mensen denken, oh, goed, daar kan ik mijn kind stallen. Ik zeg het even plat. Ja. Nee, het wij noemen het ook opvang, alsof het een probleem is. Ja. Dat het kind opgevangen moet worden, want anders staat het op straat. Dat is al een heel nare connotatie. Kijk ik toch graag weer even naar Scandinavië. Daar word je erop aangekeken als je je kind niet naar de naschoolse opvang stuurt. Dan is het net alsof je tegen je kind zegt, ja, jij mag niet op sport. Of jij mag niet op muziekles. En daar is die hele dag erop gebaseerd, met veel meer rust ertussen, op de lengte van zo'n dag. Bij ons is natuurlijk het onderwijs vrij gecomprimeerd, omdat iedereen om 3 uur alweer naar buiten gaat. En dan dus jij zou er ook voor zijn, bijvoorbeeld, daarna het onderwijs, de scholen van 9 tot 5. Ja. En dan kun je ook op school niet alleen ontbijten, maar ook lunchen bijvoorbeeld. Ja, en dat zou voor hele lunch. Ik heb voor die serie gedraaid op een crash. Waar een lunch werd, dan moet ik het even uit mijn hoofd zeggen, geserveerd werd. Ze begonnen met een tonijnmoes of een makreelmoes. Toen een ratatouille met een couscoussalade. Zo. En ze sloten af met 3-jarig, hè, hebben we het over. 2-jarig. En die sloten af met een frambozenkoelie. Nou, goed voor de smaakontwikkeling. Dat klinkt heel goed. Ja. Maar kinderopvang in Nederland, natuurlijk wel in de handen van commerciële partijen. De 3 grootste kinderopvangketens in Nederland. Ik heb hier cijfers voor me. In handen van private equity, waar aandeelhouders dus bovenop zitten met flinke winsten. Ja. Is dat niet het onderdeel van het probleem? Zeker, zeker. Want dan gaat het om de aandeelhouders tevreden houden. En niet per se om de zorg voor kinderen of het aanbod. Kijk, ik zeg niet dat slechte kinderopvangorganisaties zijn, maar als je het helemaal afbelt, is de raison d'être is anders. En dat moet je. Ja, waarom zouden wij niet de ontwikkeling van kinderen als gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zien? In Frankrijk is dat ook zo, in Zweden ook. Waarom zien wij dat dan als iets wat mensen zelf moeten regelen en waar ook heel veel geld aan verdiend kan worden? Maar waarom is dat zo? Want ik bedoel, je kunt inderdaad naar deze voorbeelden wijzen. Het is ook een heel sprekend voorbeeld eigenlijk met Frankrijk. Zeker als je kijkt wat daar gegeten wordt. Fantastisch allemaal. Er zijn heel veel goede voorbeelden te geven. Maar dan is toch blijft de vraag waarom dat hier niet lukt. Omdat je zegt al, de geesten zijn er rijp voor. Ja, nou ja, net gingen we terug naar de Eerste Wereldoorlog. Gaan we nu nog verder terug? De Bijbel. Nederland is een land geweest dat sinds de Tweede Wereldoorlog bijna aaneengesloten confessionele kabinetten heeft gehad. Of althans kabinetten waarin één christelijke partij zat. Die hadden bij hun achterban niet heel veel te winnen om af te wijken van het traditionele man-vrouwbeeld zoals geschetst in de Bijbel. Nou, nu zeg ik, nu wil ik niet alle christelijke partijen over één kam scheren, maar ik denk dat ermee te maken heeft gehad. Dat zit er natuurlijk altijd nog in. Ja. Dan komt er een vraag niet van mij, maar van Olaf van Vliet. Dat heeft te maken met de kettingvraag. Hij was hier gisteren te gast en heeft deze vraag voor jou. Er gaat nu een nieuw kabinet aan de slag. Zijn er ook, en welke concrete beleidsmaatregelen die het nieuwe kabinet zou kunnen nemen?
Ja, is hoogleraar Economie Universiteit Leiden. Nou, wat is het antwoord op deze belangrijke vraag? Ik denk dat ik kan raden. Ja, nou, trek heel veel geld uit. Investeer enorm in het ouderschapsverlof, dat eerlijk verdeeld wordt. Dat geeft een kickstart voor de rest van de loopbanen voor zowel mannen als vrouwen. En voor de zorg voor de kinderen, want die kun je eerlijker verdelen. Lijkt me prettiger. Tweede is dat er sinds vorig jaar een Europese richtlijn is. En die heet officieel de Europese richtlijn loontransparantie. Alle organisaties van 50 medewerkers of meer moeten kunnen laten zien aan hun medewerkers dat mannen en vrouwen gelijk beloond worden. En als je meer dan 250 medewerkers hebt, dan moet je dat zelfs aan de overheid rapporteren. Dat zijn dingen waardoor het in ieder geval een agendapunt wordt. Betalen, dan moet je je als CEO afvragen, betalen wij mannen en vrouwen hier gelijk? Oké, dat is een tool. Maar ik denk echt dat het moet beginnen bij 21ste eeuws verlof. Nou, Lisbeth, antwoorden geven, dat gaat je goed af. Maar ja, vragen zelf vind jij misschien wel veel leuker. Want je mag een korte bondige vraag stellen aan de volgende gast. Dat is Christel van der Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland. Wat wil je haar vragen? Ja, ZZP'ers, dat is het onderwerp de komende maanden. Denk ik ook in Den Haag. En wij praten er hier op BNR ook heel veel over. Wat ik haar wil vragen, heeft zij een beeld van de ZZP'er? Ik ken er veel. Die werken in finance, die werken in de zorg, onderwijs en in de journalistiek. Maar zoveel ZZP'ers, zoveel smaken. Er zijn heel veel verschillen tussen mensen die tegen wil en dank zelfstandig zijn of er bewust voor kiezen. Wat zijn de getallen? Dankjewel, Lisbeth Staat, journalist, programmamaker, auteur van het boek Waarom vrouwen minder werken dan mannen. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Dag.